Welkom bij de reportage van het 55ste Fruitcorso in Tiel. De weergoden waren het Fruitcorso gunstig gezind. Vlak voordat de stoet door de binnenstad van Tiel trok, regende het nog flink. Maar zodra de praalwagens het parcours opreden, werd het droog en brak het zonnetje door. De naar schatting 30.000 bezoekers konden genieten van een prachtige 55ste editie. Het Corso werd ook dit jaar traditiegetrouw geopend door Maaike en Kriekske, de ereburgers van Tiel. De eerste wagen die u ziet is de jeugdwagen van Geldermalsen Meteren en heet I Like To Move It. Sierlijke clowns zijn terug te zien op deze wagen, gemaakt door de jeugd van Geldermalsen die de afgelopen maanden erg hard hebben gewerkt aan deze creatie. De Bloemenwals, zo heet de grote wagen van de Corso Club Geldermalsen Meteren. Deze Corso Club heeft de zaken weer goed op de rit, na een aantal moeilijke jaren. Het scheelde niet veel of de wagen kon dit jaar niet meedoen in verband met pech tijdens de tocht naar Tiel. Maar men kon toch nog net op tijd de schade herstellen voordat het Corso begon. Ook Corso Club Nerijnen was dit jaar van de partij. Geesten, spoken en demonen zorgden ervoor dat de wagen op tijd af was. Jaarlijks gooit de Corso Club van Buren hoge ogen. Dennis Voorent en Jochem Schoots, de ontwerpers, doen ook dit jaar weer een gooi naar het lof van de jury. Met de wagen snavelvissen. Let vooral op de details en de vele mechanische trucjes die in deze praalwagen zijn ingebouwd. Prachtig gedaan. De jeugd van Zoelen krijgt het elk jaar weer voor elkaar om een mooie wagen te bouwen. Het ging ook weer dit jaar vlotjes. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom maakt het kindercorso ook deel uit van het fruitcorso. Eigen gemaakte creaties van kinderen, vaak met hulp van ouders of opa's en oma's. De grote wagen van Zoelen heet Angst. Een gewaagd thema dat prima uit de verf is gekomen. Vooral de kleurstelling op afstand kwam mooi tot zijn recht.
De jeugd van Buurmalse Tricht had een leuk eigentijds ontwerp, Rollercoaster. In een relatief kort tijdsbestek hebben zij deze wagens gerealiseerd. Een mooie wagen, ontworpen door Ria van Blijderveen. Deze heet Lights of Happiness. Een grote diversiteit van zaden vindt u terug op deze praalwagen, geheel in Japanse traditie. Les is moor, dat hebben de ontwerpers van Echtelt bedacht. De bizarre vogels waren voorzien van technische hoogstandjes, waardoor er op een leuke manier interactie met het publiek plaatsvond. De winnaars van vorig jaar, de jeugdwagen van Passewaaij bij de jeugd, doet dit jaar mee met de wagen Discovery. De wagen is gebaseerd op een kermisattractie in een high-tech jasje. De Corso Club van Maurik heeft zich laten inspireren door vogelverschrikkers. En dat is goed gelukt. Voor de afwas bij de Corso-vereniging van Maas en Waal zijn weinig vrijwilligers te vinden. Dat inspireerde Paul Zwaan tot het ontwerp van deze wagen. Wie doet de afwas? Een frivole Corso-wagen is de wagen van de jeugd van Tiel. Veel speelse elementen zijn hierop terug te vinden. Ruim 30 kinderen zijn de laatste maanden elke dag bezig geweest met deze creatie.
Spring and Fall, dat is de titel van de wagen van Kerk Avezaath. De frisse kleuren van de lente in tegenstelling tot de tinten van de herfst. Ze komen duidelijk tot uiting in deze praalwagen. De wagen van Tiel heet Elementale. Deze praalwagen is opgebouwd uit verschillende elementen. Het lijkt wel alsof er verschillende wagens zijn gecombineerd. En dat is knap gedaan door de Korsenclub van Tiel. De jeugd van Drumpt heeft zich laten inspireren door voedsel. Op een speelse manier is dit verwerkt in soepkip. Een knap spel van verschillende kleuren, met name bruin. Dat vindt u terug op de grote wagen van Drumpt. Hier ziet u restauratie in beeld. De jeugd van Culemborg heeft ook dit jaar weer een wagen afgeleverd aan het Fruitcorso in Tiel. De waggelende obers. Traditioneel doet ook Culemborg met de grote wagen mee voor de eerste prijs. Een vooruitstrevend ontwerp van Dick Kusters. Deze wagen met de titel Luchtschip Pegasus.
We kunnen in zijn algemeenheid stellen dat de wagens van een hoog niveau waren. Het 55ste fruitcorso kan dan ook een succes worden genoemd. Buren heeft het 55ste fruitcorso gewonnen. Dat deden zij met 314,8 punten. Tweede werd Culemborg, derde Echtelt, vierde Drumpt en vijf Ingen. Bij de jeugd ging de eerste plaats naar Culemborg, gevolgd door Drumpt, Tiel, Geldermalsen, Zoelen en als laatste werd dit jaar Passebaar. Tot zover deze reportage van het 55ste Fruitcorso in Tiel. Graag tot volgend jaar.